Met een bordje op de muur is het officieel. De Oranje Nassau School in Bilthoven is rookvrij. Ik vind het wel jammer dat het is afgeschaft. Je wil gewoon roken en dan kan dat niet. Ze moeten het zelf weten, vind ik eigenlijk. Niet alleen binnen, ook op het schoolplein is roken verboden. De directeur wil zo voorkomen dat leerlingen hier hun eerste sigaret opsteken. Als je vrienden allemaal roken, dan ben je ook eerder geneigd om het ook zelf te gaan doen. En dat geldt natuurlijk helemaal voor de jongere leerlingen die toch opkijken tegen die ouderen. Als die dan zien dat die staan te roken, dan heeft dat toch al vaak iets van, dat is ook wel stoer. En nou, dat willen we niet. De leerlingen vragen zich af of het wel zo werkt. Ze maken hun eigen keuzes, rookverbod of niet. En er zijn ook leerlingen die in de vierde zitten die niet roken, terwijl ze wel met rokende mensen omgaan. En het blijft je eigen keuze. Er roken geloof ik wel een paar leraren. Dus die geven eigenlijk het slechte voorbeeld. Die mogen wel roken. Dus dat is wel slecht. Ze zijn op één hand te tellen. Dus de leraren die nog wel roken. Het is wel zo dat we daar een aparte, wat ontmoedigende ruimte voor hebben buiten. Die uit het zicht is van leerlingen. Maar ik zou erg blij zijn natuurlijk als we met een paar jaar ook dat teruggedrongen hebben. Het beleid van de school in Bilthoven wordt gesteund door anti-rookclubs Tivoro en het Astmafonds. Die roepen alle middelbare scholen op om hun schoolplein rookvrij te maken. Als kinderen voor hun 20ste niet roken, dan worden ze eigenlijk niet meer echt verslaafd. Als je dan daarna je 20ste gaat roken, dan kom je er heel makkelijk vanaf. Dan is het tijdelijk en dat is veel makkelijker. Als je voor je 20ste gaat roken, dan kan het lichaam zich daarop instellen, de hersenen stellen zich daarop in. Dus dan is het risico dat je verslaafd blijft en dat je er niet meer vanaf komt, is veel groter. Dus het is heel belangrijk om te zorgen dat kinderen niet gaan roken. Maar of dit dan helpt? De vierde klasses van de Oranje Nassau School roken na schooltijd vrolijk door. Dan maar buiten de hekken van de school. Als ik voor school sta en klaar ben en wegga, steek ik meteen een sigaret op. Net zoals deze jongen, want zeg nou zelf, ziet er stoer uit toch?